Economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021. In 2020 maakte de economie van de Metropoolregio Amsterdam een historisch unieke krimp door. Bijna twee keer zoveel als nationaal. Vooral Amsterdam en Amstelland-Meerlanden werden hard geraakt. Omdat daar veel sectoren zitten die te maken kregen met contactbeperkende maatregelen. Wat zijn de inzichten als we kijken naar 2021? Met de afbouw van de maatregelen veerde de economie snel terug. We verwachten een krachtig herstel, met een economische groei van 4,1% in 2021 en 4,2% in 2022. Hoewel de metropoolregio Amsterdam sneller herstelt dan tijdens de grote recessie, duurt het langer dan in de rest van Nederland voordat de economie op het niveau is van voor de coronacrisis. Dit omdat de coronapandemie langere tijd een drukkend effect zal hebben. Niet alleen op de horeca en de cultuur, maar ook op het stedelijk toerisme en internationaal reizen. Verder zien we dat de schok van de coronacrisis vooral is opgevangen door drie groepen: laagopgeleide, flexwerkers en ZZP'ers. In 2020 is de werkloosheid in de regio beperkt toegenomen tot 4,2% en keerde in de loop van 2021 weer terug naar het historisch lage niveau van voor de coronacrisis. Samenvattend laat de coronacrisis zien dat de metropoolregio Amsterdam kwetsbaar, maar ook weerbaar en flexibel is. De uitgangspositie blijft sterk, maar er zijn ook grote structurele uitdagingen. Met name in de arbeidsmarkt, de verduurzaming, de woningmarkt en de digitalisering, terwijl er wereldwijd onzekerheden blijven.